iedereen. Super, 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 super tof dat jullie weer kijken. Ik ben Amy en vandaag met een nieuwe video dus. Nou, ik ben dus nog in mijn pyjama. Ik zie er niet uit, mijn haar ziet er niet uit. Ik ben dus net uit bed en ja, het bed zit helemaal door de waar. Dus ik moet mijn bed nog opmaken. Ik moet mijn haren nog opmaken. Ik moet me nog opmaken. Ik moet nog wel eens doen. Ik heb lekker uitgeslapen. Mijn ogen zijn nogal vochtig. Oh ja, het is vandaag trouwens weekend. Ik heb lekker uitgeslapen. Mijn ogen zijn nogal vochtig. En ja, mijn haren die zien er nooit uit als ik uit bed kom. Altijd zo. Ja, daarom heb ik nu vochtige ogen. En ja, mijn haren die zien er nooit uit als ik uit bed kom. Altijd zo. Het was vandaag 23 graden. En even kijken. Nou, ik heb me dus omgekleed. Ik heb vandaag een staat in gedaan. Want mijn haar wil echt niet zitten. Echt super lelijk. Sorry hoor. Als het last is. Maar in de staat is die wel mooi. Of in een knot. Oh, mijn outfit van vandaag. Dit super, super leuke shirt van Ariana Go. Van het merk Sisters. De broek die is ook van het merk Sisters. Met een streep langs. Is nog steeds helemaal in. En super leuk. En ik wil eigenlijk mijn rode colbertje aan. Maar die ben ik dus kwijt. Normaal heb ik hem gewoon hier in de kast hangen. Maar hij is gewoon weg. I don't know. Nou jongens en meisjes, ik weet echt niet als ik mijn cup op moet doen. Want ik heb echt super lastig van vochtige ogen. Ik weet niet als jullie daar ook wel eens van gehoord hebben. Maar ik denk dat ik wel een klein beetje mascara op doe en verder gewoon niks. De mascara van de Essence van de Kruidvat. Ik doe eigenlijk nooit zo heel veel af. Want ik heb best wel lange wimpers. Maar ik heb nu gedaan. En nu mijn bed nog even opmaken. Het ziet er echt niet uit. Oh, we zien nu plannende vandaag uit. Eten. Ik ga eerst even eten. En dan moet ik de hond uitlaten. En dan heb ik afgesproken. Ik heb heel vaak de mensen me dan vragen, wil je afspreken? Best wel veel vriendinnen en soms is het ook wel lekker om weekend niks te doen. Want soms is het ook wel lastig om te plannen met wie je af gaat spreken en dat soort dingen. Ja, ken je dat ook? Zet het in de weer. Ja, lekker of zo. Dus dan is het weekend niks doen ook wel een keer lekker of zo. Ik werkte, dat is ook wel gezellig. Zo. En zaterdag vind ik mij een doe dat. Dus ja. En zaterdag vind ik mij een doeda. Gewoon lekker een dag niks doen. Ja, dan ga ik morgen gewoon... En lekker theeluiten. Lekker citroenthee. Yummy, yummy. En ik heb het veel te veel haagslag op mijn brood gedaan. Nou, het is best wel koud buiten, het zou 23 graden. Ik heb het anders aangetrokken, want dit is veel warmer. Nu dork hier even uitlaten. Nou, het is op zich wel lekker weer, maar... Dat heb ik nog helemaal niet laten zien, dus heb ik nog niet zo... Heel oud. Die zijn net nieuw. Nog niet zo heel lang bedoel ik. Nu ben je de leukste speeltuin. Je bent nooit zo oud voor een speeltuin. Ja! Hi! En we gaan nu... ja. Wow, dit is echt... Dit is trappenstotten! Je kunt het, Amy! Ik kan de haast niet glijden. Dat is leuk. Even turn dingen doen. Laat maar wat zien, Lies. Dat is heel goed. Nou, ik ben net weer thuis en ja, het was super leuk. We zijn naar de speeltuin geweest. Hebben jullie al gezien? Een super grote speeltuin. Echt super leuk. En we hebben lekker ijsje gegeten, lekker op de wieg gezeten bij Elise. En ik heb nog wat gekocht.
alweer hebben gekocht. Maar ook wel voor de vakantie. Kijk, voor de vakantie heb ik dus toilettas. Kan ik zeg maar mijn badproducten in doen apart. Al eerst een doorzichtige halen, maar die kon ik nergens vinden, helaas. Maar ja, die kan ik altijd nog bij halen. Maskers nog gehaald. Voor de vakantie. En ik heb deze maskers nog gehaald. Voor de vakantie. Het is nu bijna 5 uur en ja, ik ga zo lekker eten, patat. Het is vandaag patatdag bij ons. Daar heb ik super, super, super veel zin in. Lekker patatjes eten. Gisteren had ik lekker pannenkoeken gehad en nou lekker patat een keer. Oh. En daarna de hond even uitlaten weer. En nou, ik heb net lekker patatjes gegeten met de bami schijf. Even kijken met mijn mond. Beetje vies nog. Familie 1 gekeken. Echt super spannend. En onder het eten even de Formule 1 gekeken. Echt super spannend. Kwalificatie bedoel ik. Voordat ik de masker ga beginnen, ga ik SF. Nou, voordat ik de masker ga beginnen, ga ik SF. Want het is al. Nou, ik ben benieuwd. Oh mijn god, het is gewoon echt groot. Normaal. Ik heb gewoon groot op mijn gezicht. Oh baby. Oh, mooi man. Zitten en het voelt net als honing gewoon. Nou, ik heb het er bijna op zitten en het voelt net als honing gewoon. Oh ja, ik heb de gebruiksaanwijzing nog niet gelezen. Oh ja, ik heb de gebruiksaanwijzing nog niet gelezen. Opgedroogd. En het is echt... Wow, het is dus opgedroogd. En het is echt... Afdoezen, even mijn handdoekpak. Het is nu dus afdoezen, even mijn handdoekpak. Echt super zacht, echt super lekkere. Wow. Ik ben helemaal klaar voor de avond. De masker is echt super zacht, echt super lekkere. Wow. Zeg maar, dat helpt echt super goed tegen puisten. En ik trek zelf, zeg maar. Dat helpt echt super goed tegen puisten. En ik zie mijn plannen er verder nog uit. Ik ga tv kijken. En daarna ga ik alweer naar bed. Dus ja, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, dikke blauwe duim omhoog. En die gaan we net zeker doen. En tot de volgende video.